Dan heeft hij de bedoeling om een verbeterde situatie te creëren tussen afslag 29 en afslag 30. Een verbeterde bereikbaarheid voor de veldkant te realiseren. Een ontlasting op te leveren in het centrum van Bonnen, waardoor de leefbaarheid daar positief wordt beïnvloed. En zijn we eigenlijk bezig om te kijken hoe kunnen we die stromen, die snelle stromen, om ons heen organiseren, zodat we in de binnenstad en in het centrum, in onze woonwijken, aangenaam kunnen leven en daar makkelijk kunnen op aansluiten. Met z'n allen betekent in dit geval de gemeente Bonnen, gemeente Hengelo, regio Twente, toen die tijd nog als zelfstandige eenheid, de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, en hebben gezegd, wij gaan hier ook een weg realiseren die bij een verkeersinfarct op de A1, A35 een toegevoegde waarde heeft en in ieder geval de bereikbaarheid van Twente op dat moment kan bevorderen. Deze weg heeft meer dan 10 miljoen gekost en het is ons gelukt om in afstemming met de regio Twente en de provincie uiteindelijk een bedrag van ruim 9,5 miljoen subsidie te krijgen. En zoals wethouder Herman Mulder reeds aangaf, is het met de realisatie van die zuidelijke randweg Bonnen er een nieuwe belangrijke verbinding ontstaan tussen de N743, het bedrijventerrein, Westermaanplein en de Veldkamp en de A1, A35, Bonnen-West. En eigenlijk is daarmee een hele lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Het verbeteren van die bereikbaarheid, de veiligheid voor zowel het lokale als het regionale verkeer. En juist vanuit dat regionale belang heeft de provincie gezegd, oké, gemeente Bonnen, op uw vraag willen wij inderdaad positief antwoorden en met u meedoen in dit project. En daarmee is de robuustheid van dat regionale wegennet sterk verbeterd. En met onze bijdrage aan die zuidelijke randweg investeren we dus niet alleen in goede bereikbaarheid en veiligheid, maar, en dat is een van onze belangrijke doelstellingen ook in het huidige coalitieakkoord Overijssel werkt, we investeren daarmee ook in de economie en vooral ook in de werkgelegenheid in deze regio. Het project start op het moment dat er een visie is, dat er een noodzaak is om een extra stuk infrastructuur te realiseren. En wij hebben best wat gerealiseerd. Als je het bij elkaar optelt, hebben we 18.000 ton asfalt verwerkt. Als je 18.000 zegt, dan is dat misschien nog wel te bevatten. Maar dat zijn 18 miljoen pakken suiker. Dat is best veel. Als we dat hier opstapelen in de tent, wow, dat wil wel. We hebben 57.000 kub grond gezet. We hebben behoorlijk wat funderingsmateriaal verwerkt. Er zijn 5 verkeersregelinstallaties, ook wel stoplichten, mag u ook gewoon zeggen, gemaakt. En we hebben een schitterend mooi kunstwerk gerealiseerd. En ik hoop dat hij een bijdrage levert aan de bereikbaarheid, maar ook aan de leefbaarheid van Bonnen. En we gaan hem straks lekker, vaak en intensief gebruiken, maar wel op een verstandige wijze.